Generaties Wiegenaren dansten, chansten, trouwden en rouwden er. Maar binnenkort gaat Salve Ploegen de geschiedenisboeken in. Dat was even zwaar. Ik krijg wel een beetje pijn in de buik van. Of eigenlijk heel veel pijn in de buik. En verder in het nieuws vandaag. Familie van de vermoorde kunstenaar Rob van Veenendaal exposeren zijn laatste werk. En Juliette vraagt tijdens de Vierdaagse aandacht voor stille armoede. Eerder deze week melden we het al in onze uitzending. Salve Ploegen en Wiegen sluit na 93 jaar haar deuren. Het Zalencentrum maakt hierbij plaats voor woningbouw. Eigenaren Tony en Willy Verploegen kunnen binnen de familie geen opvolger vinden. Eind december trekken ze de deuren definitief achter zich dicht. Het besluit om te stoppen met Salve Ploegen valt de broers niet licht. De broers werken beide al bijna 44 jaar in het 93-jarige familiebedrijf. Wat vooral zwaar viel was het ontslaan van 3 vaste werkkrachten die al ruim 25 jaar in het bedrijf werkzaam waren. Dat was even zwaar. Ik krijg wel een beetje pijn in de buik van. Of eigenlijk heel veel pijn in de buik. Maar goed, het is wel goed opgepakt, moet ik zeggen. En voor de rest hebben we het afgelopen maanden bekendgemaakt voor de buitenwereld. En ik moet zeggen, tot op heden alleen maar goede reacties, warme reacties. Een van de organisaties waar het einde van Salve Ploegen de meeste impact op heeft, is Popcore Event in Wiegen. Het koor heeft in haar 24 jaar nooit op een andere locatie dan de ploeg gezeten en de leden hebben een speciale band met het Zalencentrum. Toen het koor startte was ik al wel van plan om een groot koor op te gaan richten. En daar moet natuurlijk een geschikte ruimte voor zijn. En aangezien ik hier al vanaf mijn 17e liep en een beetje kind aan huis was al, dacht ik van nou, dat is best een mooie locatie. Dus we gaan daar eens informeren of dat lukt. En daar kregen wij eigenlijk ook meteen een hele fijne samenwerking en een goed aanbod van jullie mogen het proberen om het koor op te zetten. Krijg je 3 maanden de tijd voor, kosteloos. Is dat het lukt, dan gaan we verder praten, gaan we om de tafel en kijken wat we kunnen doen. Lukt het niet, dan blijft het met gesloten portemonnee. Uiteindelijk werd de popcore dus wel een succes. De goede samenwerking met Salve Ploegen bleef, maar nu zijn ze helaas noodgedwongen toch op zoek naar een andere locatie. Wij zitten alle twee op een leeftijd dat je denkt van, nou wat gaan we nog doen? Wat kunnen we nog doen? En daar hebben wij een paar jaar terug al een besluit genomen om te gaan kijken of we iets anders kunnen gaan doen. En dat is de keuze geworden om het nu te laten ontwikkelen. Van de Klok Nijmegen gaat het Zalencentrum verder ontwikkelen met de gemeente tot woningbouw. Van de iconische Wiegense De Ploeg blijft dus weinig over. Ja, wat moeten we nu? En waar moeten we nu heen? En het is eigenlijk met een lachende traan gegaan. Maar het is wel hartverwarmend hoe alle reacties binnenkomen. We hebben al gezegd, wat we hebben, dat krijgen we nooit meer. Dat weten ook zo vertrouwd en zo eigen en zo tweede thuis, heb ik al tegen Willy gezegd. Maar goed, we willen wel graag verder als koor natuurlijk. Dus we zijn heel naastig op zoek in Wiegen om een andere locatie te vinden die geschikt is voor zoveel mensen. En waar we dan ook nog iets kunnen drinken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Maar het zal even een hele grote verandering zijn voor het hele koor. Een jaar geleden werd Rob van Veenendaal dood aangetroffen in zijn huis in Nijmegen. Volgens de politie komt hij om bij een steekpartij. Rob was bekend in zijn wijk en hield van schilderen en beeldhouwen. Hij wilde zijn kunstwerken graag nog tonen aan publiek. Zijn familie en buurtgenoten maken dit nu mogelijk. Vooral ook omdat Rob bezig was met een volgende expositie. Het is daar jammer genoeg niet toe gekomen en daarom ben ik blij dat we dat nog kunnen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een expositie waarin ook afscheid van hem nemen. Omdat wij een kleine kring afscheid van hem genomen hebben. Maar er ook nog veel mensen waren die met Rob aan het beeld houden waren hier in het hobbycentrum. Hij is een bekend gezicht in de buurt. 60 werken worden tentoongesteld. Rob van Veenendaal kwam tragisch aan zijn eind in zijn huis in Nijmegen. En dat gebeurde augustus vorig jaar. Volgens justitie was hij door messteken om het leven gekomen. Ja, dat was een onbeschrijfelijke schok. Dat is niet iets waar je rekening mee houdt dat je dat ooit hoort in je leven van iemand die naast de familie is. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk. En ik hoop ook dat hij achteraf toch de waardering krijgt die hij misschien in zijn leven soms wel eens gemist heeft. En het is heel dubbel en het is mooi en ook verdrietig om dit nog te kunnen doen. Een schilder of kunstenaar
maakt vaak ook een zelfportret. En dit is die van hem. Het is overduidelijk dat hier wel een bepaalde boodschap achter zit. Dit is wel typisch Rob. Met heel veel op kleine oppervlakte. Ja. En dit is een schilderij en hij vond heel veel dingen op straat. En dat verwerkte hij dan ook in zijn schilderij. Mooie herinnering aan hem. Ja. Voor de dood van Rob werd destijds een 58-jarige man aangehouden. De rechtszaak gaat volgende week van start. Als het aan de gemeenteraad van Beuningen ligt, blijft Daphne Bergman ook de komende 6 jaar aan als burgemeester. De raad heeft woensdag besloten om haar voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister de aanbeveling overneemt, begint Bergman in januari 2025 aan haar tweede termijn. Zij is sinds 11 januari 2019 burgemeester van Beuningen. En de afgelopen tijd heeft een vertrouwenscommissie zich gebogen over haar herbenoeming. De gemeenteraad heeft het positieve advies van deze commissie woensdagavond overgenomen. De Nijmeegse gemeenteraad heeft woensdag groen licht gegeven voor nieuwbouw op de plek waar nu nog het winkelcentrum Modepoort staat, in het centrum van de stad. Er moeten straks 435 appartementen bijkomen. De passage uit 1972 gaat voor het grootste deel tegen de vlakte, voor nieuwbouwproject 4. Er komen diverse woongebouwen, zoals voor starters en net afgestudeerde jongeren. Maar ook een gedeelte dat toegankelijk is voor ouderen in een rolstoel. Ook komt er een grote fietsenstalling en blijft er ruimte voor terrasjes en winkels op de begane grond. Het plan is om begin 2026 te starten met de sloop van de Molenpoort. Eerst volgt er een archeologisch onderzoek en de bouw duurt daarna naar verwachting tot en met 2030. Nog 2 weken en dan lopen er weer zo'n 46.000 mensen door de regio tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Velen van hen doen dat als persoonlijke uitdaging. Maar ook steeds meer wandelaars lopen mee voor een ander. Zo ook Juliette. Samen met nog 7 andere lopers vraagt zij met haar deelname aandacht voor Stichting Quiet. Stichting Quiet is een organisatie die zich inzet voor stille armoede. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat leden verschillende activiteiten kunnen doen. Juliette is lid van Stichting Quiet en ontving hulp van de organisatie. Daarna wilde ze wat terugdoen en werd ze ook vrijwilliger. Weet je wat het is? In het begin, het eerste jaar al, was ik zo dankbaar. En het deed zoveel met mij dat ik aan Joël, dat was de eerste coördinator van Quiet, dat ik aan hem vroeg toen ik een gratis kerstpakket mocht ophalen. In jaren had ik geen kerstpakket ontvangen. En omdat je niet werkt, de economische crisis, noem maar op. En ik vroeg aan hem, kan ik niks van jullie betekenen? Kan ik iets terug doen? Ik had een nieuwe matras ook gekregen. Ik zei, dat is zoveel geld. Ik zeg, een nieuwe matras van 1000 euro. Een kussen erbij, uit de fabriek. Toen zei hij, nou, ik ben blij met jou. Volgens mij heb jij heel veel. En als je als vrijwilligster bij Quiet bent, voel je dat je één familie bent. Ik ben familie van Quiet. Het is één grote familie. Juliette gaat dit jaar haar 18e Vierdaagse lopen en de 3e voor Quiet. Met dit initiatief hoopt ze Quiet zo goed mogelijk te kunnen steunen. Toen heb ik gevraagd of wij niet de sponsorloop mogen doen voor Quiet. Het idee was er, maar ik wist nog niet waar ik terecht moest. En uiteindelijk is het goed gekomen. En ik ben heel blij dat Quiet hier zoveel aandacht aan besteedt op mijn verzoek om daar iets aan te doen. Ik wil dat ook ieder jaar weer gaan doen, want dit wordt mijn 18e keer. Mijn 18e medaille krijg ik. En dat wil ik in de komende jaren ook blijven doen. Zodat Quiet bekend wordt. De members die er zin in hebben om te gaan lopen ook gaan meelopen. Ook meer sponsorlopers bij elkaar krijgen om Quiet hierin te steunen. En of ze een beetje zin in de Vierdaagse heeft? Een beetje? Helemaal. Want als zoals de vorige afgelopen was, had ik weer meteen zin in de volgende. Het is een vakantie voor mij geworden. Ieder jaar op vakantie. Tijdens de Vierdaagse. Het blijft nog even licht herfstachtig wat betreft het weer. En vanavond is het helder en schijnt de zon op veel plekken. Morgen start de dag bewolkt en kan het in de loop van de dag wat gaan regenen. In de avond klaart het dan wel weer op en wordt het maximaal zo'n 17 graden. Even ter vergelijking, 23 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Ook in het weekend houden we een wisselvallig weerbeeld. Af en toe zien we de zon, maar ook valt er zo nu en dan een buitje. Het wordt deze dagen zo'n 20 graden. Volgende week gaat het kwik iets omhoog en is het ook iets vaker droog. Maar echt zomer zit er momenteel nog niet in.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 4 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7-app. Morgen zijn we er uiteraard weer, dus graag tot dan.